airconditioning zorgt ervoor dat je omgeving altijd comfortabel is wanneer je met je auto op pad bent. Het interieur zal altijd de ideale temperatuur hebben. Je hebt optimaal zicht zonder beslagen ruiten en dat alles met optimaal energieverbruik. Om de airconditioning in te schakelen, moet je eerst de ventilatie aanzetten met deze draaiknop die 5 instellingen heeft van 0 tot 4. Hoe verder je de knop naar rechts draait, hoe meer lucht er naar binnen wordt geblazen. Druk vervolgens op deze knop om de airconditioning in of uit te schakelen. Selecteer de gewenste temperatuur met deze knop. Als je, tenslotte, de luchtverdeling in het interieur wilt wijzigen, draai je aan deze knop. Je kunt kiezen uit 6 instellingen die overeenkomen met verschillende richtingen van de luchtstroom. Met deze knop ontwasem je de achterruit. Deze functie schakelt na een door de fabrikant ingestelde periode uit. Als je een cyclus wilt beëindigen, druk je nogmaals op deze knop. Om te voorkomen dat verontreinigde lucht in de cabine komt, bijvoorbeeld in een file, is je auto uitgerust met een functie voor luchtrecycling waarmee de cabine wordt geïsoleerd. De ventilatie maakt dan gebruik van een gesloten circuit. Druk simpelweg op deze knop om deze functie in te schakelen. Een controlelampje laat weten dat het systeem actief is. Let op, langdurig gebruik van deze functie kan tot gevolg hebben dat het onaangenaam gaat ruiken in de auto omdat de lucht niet meer wordt ververst. Ook is het mogelijk dat de ramen beslaan. We raden je aan om zo snel mogelijk weer over te schakelen naar frisse luchtmodus. Dit doe je door nogmaals op de knop te drukken. Deze functie koelt de lucht in het interieur ook sneller, indien gebruikt in combinatie met de airconditioning. Zijn de ramen beslagen of bevroren? Draai de temperatuurknop naar de hoogste warmteinstelling en draai dan de ventilatieknop naar de hoogste snelheid en stel de luchtstroomregeling in op maximale ontdooistand met frisse lucht. Het airconditioning systeem kan tenslotte ook worden gebruikt om de ontwaseming te versnellen. Om alles uit te schakelen, stel je de ventilatieregeling in op 0. Je kunt de airconditioning van je auto op afstand ook starten, via de My Dacia app, om een comfortabele temperatuur in de cabine te bereiken wanneer je op weg moet. Om de functie te activeren, moet je eerst de temperatuur instellen, de airconditioning inschakelen door op deze knop te drukken, de ventilatiesnelheid en de luchtverdeling kiezen. Voordat je het contact uitschakelt en je auto verlaat. Om de koel- of verwarmingscyclus van 10 minuten te activeren, druk je gewoon op deze knop in de My Dacia toepassing. Tot slot moet je weten dat de preconditioning pas wordt geactiveerd als het accuniveau hoger is dan 30%, de motor is uitgeschakeld en de motorkap van het voertuig gesloten is. De functie wordt geactiveerd ongeacht of je voertuig is aangesloten of losgekoppeld.